leuk zijn als artiesten vanaf een podium naar ons podium komen en daar de mens achter artiest laat zien. Dat vinden we interessant. Ja, dat vinden we ook dus niet interessant. De muziek is leuk, maar dat is om naar te luisteren. Maar het is het allerleukste om te weten wie is Bertolf of waar doet Maaike Oudboter haar inspiratie op. En dat gaan wij, we gaan hem alles vragen. Ja, we gaan alles vragen. Verstand van muziek hebben. Nee, eigenlijk niet. Aardbei draait door, zo heet onze muzikale talkshow. Doen wij niet alleen. Wij interviewen de artiesten, maar samen met DJ Hans Stroeven. En samen met onder andere Roelien Hiddink. Onze gastvrouw. En Hans Stroeven, ja, dat is gewoon een lopende encyclopedieman. En als artiesten weg zijn, dan gaan we dansen. Dan is het Hans die de tent gewoon op de kop gaat zetten. Het wordt een muzikaal festijn en feest op Strawberry Fields Festival. Strawberry Fields Festival. Strawberry. We zijn eigenlijk in de materie gedoken, in de muzikanten gedoken en het zijn allemaal hele gepassioneerde mensen die doen wat ze super gaaf vinden en ja, wij doen ook wat we super gaaf vinden en vinden het heel leuk om dat contact te gaan maken. Artiesten die worden ongelooflijk ongelukkig van het idee dat ze geen muziek zouden kunnen maken of wij geen theater zouden kunnen maken. Maar er moet wel een bepaalde drive en discipline zijn om op het niveau te komen waar deze artiesten op zitten. Wij willen inderdaad naar boven halen waar die passie vandaan komt. Come along with me. Elke passie zit op verhaal. Het zou leuk zijn als het echt een artiestencafé zou worden. Ik ga ervoor. Ik ook, ik ga er ook voor. Een soort bruin café, grote sofa, tafeltjes. Het publiek is ook heel belangrijk. Het publiek mag ook vragen stellen. Het publiek doet mee met de quiz en de artiest. Het is een gezellig café waar bekend en onbekend samenkomen en praten over muziek. Ach, ik heb er zin in. Ik vind het leuk. Echt leuk. Ik vind het leuk. We hebben er zin in. Ja. We raken slecht uitgepraat met mensen, dus we moeten op een of andere manier ook nog wel zien te stoppen. Ja.